Het is een regenachtige dag vandaag, maar dat mag de pret niet drukken hier in de Lindenberg. Hier is namelijk het Kinderbevrijdingsfestival en hier wordt op een spelende wijs de vrijheid gevierd. Een festival vol met voorstellingen, workshops en allerlei rangprogramma's zoals je kan zien. We hebben een programma voor verschillende leeftijdsgroepen, 3+, 6+ en 9+. Verschillende voorstellingen, vooral feestelijke activiteiten. Veel workshops, ook gericht op de verschillende leeftijden. Het kan variëren van het maken van geluidsmachines tot lekker dansen. Vooral vieren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Herdenken doen we natuurlijk op 4 mei. Dus dit is echt wel het vieren van de vrijheid. En voor de 9+ leeftijd vinden we het dan wel interessant om daar toch een stukje van de oorlog zelf in terug te laten komen. En daar wat meer diepgang in te laten zijn. Ik denk dat het heel goed is dat je al heel jong beseft dat je leeft in een land in vrijheid. Persvrijheid. Maar ook de vrijheid om te zijn. Wie je bent, waar je veilig naar school kan. Dat is op zoveel plekken in de wereld anders. Onze geschiedenis leert natuurlijk dat het anders was. Dat kan volgens mij niet jong genoeg beginnen met dat vieren en daar bewust en dankbaar voor zijn. En Jochim, wat heb je net gedaan? Ik heb mijn hand geverfd en die op het spandoek gezet. En wat heb je nog meer gedaan vandaag? Ik heb een button gemaakt, maar ik ben hier nog maar net. Ik ga het achter thuis film kijken. Ik heb net mijn hand geverfd en op het ding geplakt. En ik heb ook buttons gemaakt. En ja? Ik heb ook een podcast gedaan. We maken een podcast. En waar ga je je podcast over maken? Dat heeft Nello nog niet verteld. Waar zou je een podcast over willen maken? Over de bevrijdingsdag. En wat zou je dan vertellen? Dat het heel erg is dat de mensen dood zijn gegaan. En dat het belangrijk is dat we het vieren. We gaan straks naar de tentoonstelling daar. En dat gaat over Anne Frank en ja. En heb je er zin in? Ja, heel zin in. Hoi Roel, wat ben je aan het doen? Een speurtocht. En waar ben je naar op zoek? Naar vogeltjes. En hoeveel heb je er al gevonden? 5. En hoeveel moet je er nog? 6. Dat zijn er nog best wel wat.